Gaat hier ons grote avontuur beginnen? Oh nee, we zijn op een Pokémon Square. What? Cacleons, Bellsprout, Snubbull, Persian. Yo Nintendo fans, yo Rickertje Army, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Zit jij nog niet in de Rickertje Army? Druk even op die rode abonneerknop hier beneden, is gewoon gratis. En doe een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we snel verder met de demo van Pokémon Mystery Dungeon op de Nintendo Switch. Pats! Mooi zwart schermpje, de volgende morgen gebeurt dit. Heb je trouwens aflevering 1 nog niet gezien? Ga het snel checken, aflevering 1 staat ook op dit kanaal. Oh, we zijn een hele leuke Bulbasauri. Eigenlijk zijn we een mens, jongens. Eigenlijk zijn we een mens. Daarom zegt hij dat. We zijn een mens en we zijn veranderd in een Bulbasaur. En in het begin was het een beetje vreemd. Maar gisteravond voelde hij zich goed. En nu denkt hij van, waarom ben ik nou veranderd in een Pokémon? Arme Bulbasaur. Maar eigenlijk vind ik het wel leuk. Ik vind het tof om een Bulbasaur te zijn. Bulbasaur was toch echt de allereerste Pokémon in de Pokédex, hè? We moeten even Torchic gaan vinden. Want Torchic was onze mattie. Torchic en ik hebben een rescue team gevormd. En we vragen ons af wat Torchic nu aan het doen is. En we moeten even naar buiten. Eerst wil ik eens even kijken of hier nog wat ligt wat ik kan pakken. Nee, volgens mij niet. En Torchic ligt ook lekker te slapen. Ligt Torchic nou gewoon buiten te slapen? Waarom lig je buiten, Torchic? Waarom ben je niet gewoon gezellig bij mij binnenkomen slapen? Oh, of was hij gewoon letterlijk in slaap gevallen terwijl hij onderweg was naar mij? Oh, heeft hij zitten wachten sinds de vorige avond? Torchic, had gewoon bij mij binnenkomen slapen, joh. Torchic zegt, vandaag is de start van ons rescue team. Laten we altijd ons best gaan doen. Dat is wel een beetje de vraag van, ja, wat moeten we nu gaan doen dan? We hebben nog geen mail in onze mailbox, dus we zaten op mail te wachten. Oh, ofwel. Hebben we wel mail in onze mailbox? We hebben wel mail in onze mailbox. We hebben het Rescue Team Starter Set in onze mailbox. En inderdaad, Torchic zegt, je krijgt er altijd eentje als je start met een Rescue Team. En er zit een badge in en een toolbox en Pokémon nieuws. Nou, helemaal lachen, joh. Hier, de Rescue Team badge. Dat laat zien dat we een Rescue Team zijn. En de toolbox, daarin vinden we items die we vinden in de dungeons. En dan kunnen we dus de dingen van de vorige aflevering stoppen toen we de Caterpie hadden gered. En er zit ook een kopietje van Pokémon nieuws. En daar zijn allerlei tips in voor rescue teams. Is er nog andere mail? Nee, niet? Oh, de mailbox is leeg. Nee, we hebben echt nog geen opdrachten. Als er rescue jobs waren, dan kregen we mail. Maar ja, er is niks. Omdat we nog maar net een nieuw team zijn. Oh! Oh, wat hoor ik daar een Pidgey? Of is het een Sparrow? Het is een Plipper. Yo, Plipper. Heb jij mail voor ons? Misschien Plipper? Dankjewel, Plipper. Dankjewel voor je mail in onze mailbox. Laten we kijken wat dit voor mail is, jongens. Thank you, Plipper. Ah, Torchic is helemaal enthousiast. Ah, yeah, yes. Ik heb gehoord van Caterpie, staat er in de brief. We hebben je hulp nodig. Magnemite is in de problemen. Er is een sterk elektromagnetisch veld. En daar zitten Magnemite en Magnemite vast. En dat is nog niet genoeg om een Magneton te vormen. Oh, er moet nog een Magnemite bij of zo. Ze moeten met z'n drieën zijn, zodat ze samen een Magneton kunnen worden. Laten we gaan, sowieso. Laten we gaan, Torchic. Woehoe, yay. Oh, snap. Is dit de map? We moeten naar de Thunder Wave Cave. Oh, en we zijn al bij de Thunder Wave Cave. Oh, yay. Twee Magnemites. Magnemite, Magnemite. Hun vrienden zijn op de vloer B6F. We moeten daar naartoe. Let's go, Torchic. Let's do it. De Thunder Wave Cave. Let's go. Ik kan de automatische piloot aanzetten. Maar ik kan ook op B drukken. Dan gaan we gewoon sneller. Mop. En we hebben een appeltje gevonden. Als je een lege buik hebt, dan moet je even dit eten. We kunnen B indrukken. Hallo? Ja, hier. Deze dingen hebben we nu dus bij ons. Maar we hoeven ze nu nog niet te gebruiken. We moeten wel even Redditor aan gaan vallen. Oh, snap. Maar ik had helemaal verkeerd getimed. Redditor viel mij daar even aan, jongen. Oh, Voltorb. Fine Whip op zijn bakkes. Lekker bezig. En we gaan een etage naar beneden. Let's go. Thunder Wave Cave, vloer 2. Oh, twee enemies. Als er meerdere vijanden zijn, trek je dan terug om ze één voor één te bevechten. Oh, zoals dit. Lekker, Torchic. Oh, oh, wat doet hij? Hij doet charge. Voor elke move die je doet, doen tegenstanders ook één move. En als je geen move doet, doen je vijanden het ook niet. Dus dan kan je rustig de tijd nemen. Hoppakee. Seedbomb op zijn bakkes. Kijk, daar komt Voltorb. Die komt naar ons toe. Dat is wel chill. Dan kunnen wij hem opwachten. En dan kunnen wij hem als nog slopen. Heerlijk. Dat was nice. We kunnen R ingedrukt houden om, zeg maar, diagonaal te bewegen. Oh, dat is wel nice. Ja, dat is goed om te weten, want dan ga je ook minder missturen. Dat is top. Oh, kijk, ik vroeg me inderdaad al af of ik meerdere moves kon doen.
move dat ik maar één move had. Maar als je ZL indrukt, dan kan je dus kiezen welke move je wil doen. We hebben Seed Bomb, Tackle, Vine Whip en Sludge. Wij gaan vandaag weer voor Sludge. Ik denk dat dat goed is tegen een Redditor. En de Redditor is gone! En we gaan naar de volgende vloer. De derde vloer. We moeten naar de zesde vloer. Als je faalt in een dungeon, dan verlies je al je items en je Pokémonie. Top om te weten. Wat is dit dan? Als je op zo'n wondersteen stapt, dan worden je stats weer normaal. Goed om te weten. Maar daar hebben we nu nog niet zoveel aan. We gaan even hier naartoe. Hier komt de enemy onze kant op. Het is een Nidoran. En slopen we die Nidoran? We slopen die Nidoran. Lekker bezig, Torchiki. Krijgen bijna te maken met twee nieuwe vijanden. Namelijk deze Voltorb. Ja, deze Voltorb. Lekker bezig trouwens, Torchiki. Torchiki is lekker aan het vlammen hier. Ik ga even Seed Bomb gebruiken. Pak hem! Oké, Torchic doet nog steeds Ember. Die kan lekker vanaf een afstandje gaan slopen. Nu doe ik Sludge. Op zijn bakkes bij Elekid. Nice! Elekidje ook verslagen. Hier is Nidoran. Nidoran doet Tail Whip. Ik doe Vine Whip. En Torchic doet weer Ember volgens mij. Ja hoor. Torchic is wel een lekkere teamgenoot, jongen. Die kan je er goed bij hebben. Je kan de leader Pokémon ook aanpassen. Als je op start drukt, dan heb je namelijk de andere Pokémon. Kijk, nu hebben we Torchic. Maar ik wil eigenlijk gewoon met Bulbasaur. Hoppakee. Oh snap. Maar we hebben hem verslagen. En we gaan een leveltje omhoog. Torchic gaat een leveltje omhoog. Lekker bezig, Torchic. Oké, ik doe even een stapje naar voren. We worden geklapt door Reddit, hè. Doe eens even rustig, Reddit, hè. Go, 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 go. Even de Pokémonies oppakken, jongens. Ze kunnen hier naar beneden, trouwens. Er komt een enemy achter ons aan. Pak hem, Torchic. Pak hem. Hoppakee. Lekker. Kom maar. Tackle hem. En slopen met Ember. Nice. Oh, hier ligt een Elekid te slapen, jongens. Pak hem, Seed Bomb. Hoppa, in één keer. En Bulbasaur is naar level 7. Bulbasaur wil Leech Seed leren. Ja, dat vind ik wel lekker. Die wil ik wel leren, eigenlijk. En dat doen we dan in plaats van... dat in plaats van Seed Bomb of in plaats van Vine Whip? Dat gaan we doen in plaats van Vine Whip, jongens. Hoppakee, Leech Seed. Nice. Oh, er komt nog een enemy aan. Die wil ik wel even Leech Seeden dan. Dan krijg ik weer wat HP ervan terug. Namelijk als ik hem raak. En nu pakt hij ons bijna. Maar net niet helemaal. Lekker. De ene laatste vloer. We zijn nu op B5. Hij heeft zijn attack geboost. Maar Torchic sloopt alles, jongen. Torchic is een baas. Torchic maakt alles gewoon kapot hier, joh. Hier, Nidoran. Oh, snap. Ik zat niet op te letten. Seed Bomb. Op zijn bakkes. Hoppakee. En Torchic. Op. Hij is nog niet kapot. Soms worden je moves sterker als je ze gebruikt. Hoe vaker je ze gebruikt, hoe sterker ze worden. Volgens mij kreeg ik dat gevoel erbij. Oh, dat is dat rondje helemaal aan de zijkant. Aha. Oké, dan moeten we nu even een appel gaan eten. Ik weet niet of Torchic ook honger heeft, maar... Nee, Torchic heeft zo te zien geen honger. Maar Bulbasaur wel. En even een appeltje gegeten hoor. Hoppakee, pak hem aan. Sloop hem, Torchic, help me. Oh, of niet, ik doe het wel alleen. Torchic heeft trouwens geen pipi meer over. Hebben we daar ook een item voor? Daarom deed Torchic niks meer. Laten we die aan Torchic geven voor zijn Ember move. Dan kan die Ember weer gewoon gaan gebruiken. Dan gaan we ondertussen deze Elekid kapot maken. Oké, volgens mij hebben we bijna alle enemies gepakt. Zit er nu alleen nog één enemy hier. Die gaan we even seedbommen. Hoppakee. Lekker Torchic-ie. Ja, we gaan goed. We gaan naar de laatste vloer, jongens. Let's go. Hier zijn de Magnemites. Yo, Magnemites. Komen jullie met me mee? Arme Magnemites. Helemaal in paniek. En we hebben deze job klaar bij de Thunder Wave Cave. En zo zijn er weer 4 Magnemites hier. We zijn helemaal happy. Yay, ja, woehoe. Dankjewel, jullie twee. Jullie zijn onze helden, dankjewel. Ik weet niet of dat accurate geluiden zijn voor Magnemite. Volgens mij niet. We krijgen een grote appel en een Oranberry en 650 Pokémonies. Yay, Torchic zegt ik ben zo blij dat de missie goed is gegaan. Ik moet wel bekennen, omdat dat onze eerste job was als een rescue team, was ik erg nerveus. Ik ben super moe en Torchic gaat slapen. Tot morgen, zegt Torchic. Slaap lekker, Torchic, tot morgen. Laten wij ook lekker een dutje gaan doen, lieve Bulbasaur. Oh, hebben we een droom? Ik denk dat we een droom hebben. Waar ben ik? Waar ben ik? Misschien is dit een droom. Oh, daar is iemand. Wie is het? Iemand die ik ken? Ik kan me niet herinneren. En Bulbasaur is weer wakker. Iedereen dat ik iets droomde. Maar ik kan niet echt herinneren wat die droom was. Nou, in ieder geval, een nieuwe dag met nieuwe baantjes. Ik moet even de mail kijken in mijn mailbox. Is Torchic er ook al? Nee, Torchic is vandaag iets minder enthousiast. Eens even kijken. Oh, er is geen mail. Torchic zegt, goedemorgen Bulbasaur. Ben je niet wat vroeg wakker? Oh, je hebt de mailbox al bekeken. Was er iets? Nee, er was helemaal niks. Nee, dat is wel jammer. We hebben zo goed ons best gedaan met die Magnemites, maar... Helaas. Torchic zegt, nou ja, we moeten naar Pokémon Square. We moeten naar de Pelipper Post Office.
om te kijken of daar misschien baantjes zijn voor ons. Nou, oké, Torchic. Laten we lekker daar naartoe gaan. Gaat hier ons grote avontuur beginnen? Oh nee, we zijn op een Pokémon Square. What? Kecleon's, Bellsprout, Snubbull, Persian. Yo, lijkt wel op een shiny Kecleon, man. Of heeft de shiny Kecleon een ander kleurtje? Dit is wel lachen. Dit is leuk. We kunnen hier items kopen in ieder geval. Ja, we hebben best wat Pokémonies natuurlijk. Wat is Snubbull er aan het doen? Dit is Felicity Bank. Hier kunnen we ons geld bewaren. Ja, dat is wel handig, want als we dus falen in een grot, dan raken we al ons geld kwijt. Dit is de Gulpin Link Shop. Gulpin kan moves linken aan elkaar. Oké, dan kan je moves samen gebruiken tegelijk. Je moet de Gulpin voor de details vragen. Oké. Hey, Kangaskhan. Dit is de opslag van Kangaskhan. Hier kan je je items opslaan, zodat je ze ook niet kwijtraakt in dungeons. Nou, wat hebben we nog meer, Torchic? Bedankt voor deze rondleiding. Daar is de Makuhita Dojo. Yo, dit is toch vet. In de dojo kan je trainen, of daar soort van dingen, trucjes leren voor in dungeons. Nou, wat moeten we allemaal gaan doen? Wat zullen we gaan doen, Torchicky? Er is ook nog de Pelipper Post Office, oftewel het postkantoor van Pelipper. Daar kunnen we een Raspberry job krijgen. Oh, moeten we eerst daar naartoe? Ik wil eigenlijk eerst eens even in de winkel kijken. Ik wil kijken wat Kecleon allemaal heeft voor ons. Eens even kijken wat ze hebben voor ons. Een Graveler Rock. Een steen die je op Pokémon kan gooien. Oké. Nou, oké, deze dingetjes hoef ik niet. Misschien heeft die andere Kecleon nog andere dingetjes. Oh, we kunnen hier TM's krijgen. Dat is wel nice. Dus dat zijn gewoon moves die we kunnen leren. Ja, daar hebben we nog niet echt genoeg geld voor om een goede te kopen. Maar dat is wel goed om te weten dat ze ook TM's verkopen daar. Nou, laten we dan inderdaad maar naar de post office gaan van Pelipper. Om te kijken of we nog een nieuw opdrachtje kunnen vinden. Pelipper woont lekker aan het water. Super chill. Lijkt ook gewoon op een eend. Het lijkt op een Pelipperhoofd. Ja, dat is leuk gedaan. Hier krijgen we alle informatie voor Pokémon die hulp nodig hebben. En hier staan allerlei opdrachtjes voor ons. Eens even kijken hoor, op het bulletin board. We kunnen dus terug naar de Thunderwave Cave om deze opdrachtjes te doen. Of terug naar de Tiny Woods. En daar moeten we een Rattata doorheen zien te leiden. Oh, we kunnen gewoon alle opdrachten gewoon in één keer accepteren. Oh, dat is nice. Ik heb gewoon lekker alle opdrachten tegelijk gepakt. Moeten een Plazzle en een Minun helpen, een Rattata en een Wurmpoppy. Torchic die zegt van, nou laten we beginnen met jobs. Dan krijgen we in ieder geval wat erkenning en dan krijgen we misschien weer nieuwe opdrachten. Maar wat is dit met dat linken? Oh, nee, dat kunnen we nog niet doen. Oké, we moeten eerst de opdrachtjes gaan doen. Waar moeten we hier naartoe? En dan staan we voor ons huisje. En dan moeten we hier naar beneden. Er zijn allemaal lichtgevende sparkles rond een dungeon's naam. Dat betekent dat je daar heel veel dingen kan krijgen. 2 keer zoveel geld en 2 keer zoveel treasure boxes. Nou, dan moeten we sowieso daar even naartoe, naar de Thunderwave Cave. En zo te zien kunnen we gewoon alle 3 de opdrachten tegelijk doen. Minun is in ieder geval bij ons. Die moeten we even helpen. Laten we hier naartoe gaan. En dan hier naar rechts. Want hier was een itempie. Deze moesten we oppakken. Ik dacht dat we die moesten hebben om af te leveren. Maar nee, dat is niet die we moeten hebben. Laten we deze Elekid kapot maken. Hoppakeetje. Hier de Voltorb. Pak hem aan. Hoppakee. Baba Voltorb. Vier naar boven. Ah, hier is de trap. Maar we gaan eerst eventjes naar rechts. Want daar liggen nog 2 itempies. Kijk, hoppakee. Geld. Geld. Ik hou van munten. Volgens mij is hier niet echt nog iets te vinden. Er zijn wel weer allemaal enemies bijgekomen nu trouwens. Oh, hier is Plazzle. Die moeten we even vinden. En dan moeten we een Tiny Reviver Seed aangeven. Dus ik denk dat we eerst eventjes het itempie moeten gaan zoeken die we nodig hebben. En volgens mij ligt die hier beneden mij. In Nederland zeggen wij volgens mij onder mij. Ja, zie je? Tiny Reviver Seed. Die moesten we hebben. Voor Plazzle. Waar is Plazzle? Plazzle, where are you? Ben je hier? Nee, hier is een Nidoran. Pak de Nidoran. Lekker Torchic. Oh, kijk eens. Een schatkist. Die schatkist die neem je mee uit de dungeon. En dan gaat die pas open. Wat erin zit, dat weet je niet. Dat weet je pas aan het einde. Als je de dungeon klaar hebt. Als je die uit hebt gespeeld. Nou, eens even kijken waar Plazzle te vinden is, jongens. Waar ben je dan? Hier hebben we in ieder geval weer muntjes. En de trap. Maar daar moeten we nog niet naartoe. We moeten eerst Plazzle zien te vinden, jongens. Pak die Elekid. Hoppakee. Nou, het is tot nu toe nog niet heel erg moeilijk om die enemies te verslaan. Dat gaat allemaal wel lekker. Zo, Torchic had even flink kassa daar. Ja, hier is die. Hallo, Plazzle. Alsjeblieft, hier heb je de Tiny Reviver Seed. En nu hebben we de taak volbracht. Nou hoop ik dus dat we gelijk door kunnen met de volgende taak. Plazzle heeft een of andere magische kracht gekregen. Oh, kijk. En er wordt nu inderdaad gevraagd van, wil je doorgaan met deze dungeon? Want je moet hier nog meer doen. Dus ja, we willen dat zeker. We willen niet weg uit deze dungeon. We willen eerst alles gaan doen. Kijken of hier rechts nog iets te vinden is. Ja, een hele hoop enemies. Krijgen we in ieder geval lekker veel XP als we al deze enemies verslaan. Dus dat is top. Kijk, hoppakee. Nog een schatkistie. Torchic sloopt ondertussen
Eerst even de Reddit, hè. Dan hebben we hier nog een enemy. Hoppa. Hij doet growl. Die raakt mij. Maar het maakt helemaal niks uit. We maken hem toch al kapot. En level up. Doorcheck gaat naar level 7. Nice. Er komen ook elke keer volgens mij enemies bij, voor mijn gevoel. Eerst gaan we door naar de volgende vloer. En hier is Puzzle. We moeten het mijnen naar deze puzzle brengen. Laat ik ondertussen weer even een appeltje eten dan. Tegen de honger. Minion doet gewoon even twee keer quick attack. Lekker bezig, man. En nu gaat Bulbasaur een leveltje omhoog naar level 8. Je kan stenen of spijkers gebruiken. Daarmee kunnen we dus, kunnen we dingen gooien. Geen idee of we dat nodig hebben. Maar maakt niet uit. Hey! Hallo! Hallo, Puzzle. We kunnen nu een puzzeltje bewegen. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik heb Puzzle laten verplaatsen, maar dat moest helemaal niet. Nu is Puzzle hier. Laten we even deze Nidoran inslopen. Dan kunnen we nu even kijken wat we moeten doen. Ja, oké. We hebben Minion en Puzzle bij elkaar gebracht. Die zijn ook weer happy together, jongens. Alsjeblieft. En Puzzle gaat er vandoor. En Minion gaat er ook vandoor. Doei. Okay, we moeten nog even iets doen in deze dungeon. Dan moeten we dit trappetje pakken. En naar de volgende vloer. We moeten denk ik weer naar de zesde vloer. Oh nee, op deze vloer is Wurmple. Oké, cool. Hey Wurmple. Hallo. Wurmple wil graag de Oranberry. Die letterlijk naast hem lag. Waarom kon je die zelf niet pakken? Dude, hier heb je Oranberry Wurmple. Geniet ervan, eet hem lekker op. En dan zie ik je ongetwijfeld een keertje later. Nou, nu hebben we dus alle opdrachten gedaan. En kunnen we dus uit de dungeon. Oeh, we hebben een Rainbow Gummy. Geen idee wat het is. Maar het ziet er een partijtje fancy uit, jongens. Rainbow Gummy. Oh, nog één. We hebben twee Rainbow Gummies. Yo, Puzzle is helemaal blij. We krijgen nog een cadeautje van Puzzle. Een Person Band en een Reviver Seed. En Minion is ook helemaal happy. Krijgen we ook een beloningje van Rare Quality Orb en 100 Pokémonies. Dankjewel. En dan hebben we daar Wurmple. En van Wurmple krijgen we een Gold Ribbon en 100 Pokémonies. Thanks, man. We zijn lekker bezig, Torchic. Torchic zegt ook, hebben we het niet goed gedaan vandaag? Laten we lekker gaan slapen. En laten we elkaar morgen weer terugzien. En de volgende morgen? Nee, jongens, er gebeurde nog helemaal niks. Want dat gaan jullie zien in de volgende video. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon video's en Nintendo video's wil zien. En wil je mijn live zien gamen? Volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rickachu. En zie ik je daar? Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!